In dit voorbeeld ziet u hoe we twee afbeeldingen met een verschillende belichting monteren tot een nieuwe afbeelding met een groter contrastbereik. Het werkt als volgt: we hebben een overbelichte foto en een onderbelichte foto. Allereerst gaan we met Ctrl-A, Ctrl-C de overbelichte foto op de onderbelichte foto zetten. Met Ctrl-V plakken we deze als nieuwe laag erboven. Dus we hebben in het document nu een onderbelichte achtergrond en een overbelichte voorgrond. Vervolgens kiezen we het gumgereedschap. We kiezen een redelijk grote gum met een zachte rand, 300. En wanneer we nu met de bovenste laag geactiveerd gaan gummen, dan krijgen we mooi de lucht van de achtergrond te zien. En dat is wat we willen. We zien echter ook dat er een wat onnatuurlijke overgang ontstaat. Dat kunnen we oplossen door de dekking van het penseel niet 100% te kiezen, maar wat lager. In dit geval bijvoorbeeld, gaan we kijken naar 50 wat er gebeurt, of 46 in dit geval. En je ziet, dan kun je dus wat transparanter schilderen. We zien hier overigens dat er nog een stuk is wat eigenlijk ook wat weggepoetst zou moeten worden. De dekking maken we nog iets lager, ongeveer 26%. Kijk, en dan kunnen we mooi, zonder dat we de rest te donker maken, een stuk van de bovenlaag wegpoetsen. En in wezen zijn we nu klaar. Door te kiezen laag, laag verenigen, voegen we de twee foto's samen. En hier ziet u het verschil. Dit was de overbelichte foto. En dit is de foto waarbij we de lucht erin gegumd hebben.